kwam er voor de tweede oefenpartij uiteindelijk 3-1 verlies. De eerste helft liep een beetje stroef. Ja, klopt. Nee, de eerste helft was gewoon heel slecht. We lieten ze echt gewoon volledig voetballen. En dan weet je dat het heel erg moeilijk wordt natuurlijk in die eerste helft. Ja. Aan de andere kant spelen twee van jouw teamgenoten. Hoe voelt dat? Ja, het was wel leuk natuurlijk om hen terug te zien. En, ik had nog nooit tegen hen gespeeld, dus het was wel leuk eigenlijk om eens tegen hen te spelen. Dus dat is altijd een extra boost natuurlijk. Ja. Ja, hoe bekijk je nu die periode met die twee wedstrijden? Het is voorbereiding uiteraard, maar het zijn precies twee landen die jullie in de groep in Nederland tegen, als tegenstrijder hebben. Ja, ja, klopt. Dus het zijn gewoon twee heel sterke ploegen en we weten dat we nog heel veel werk hebben en we moeten nu gewoon keihard werken. En wedstrijd per wedstrijd gewoon verder zien. Niet te veel denken aan het EK. Is het dan vervelend dat je tegen precies twee ploegen moet spelen die je in het EK gaat tegenkomen? Nee, ik vind het op zich van niet eigenlijk. Ik vind dat het ons echt bij de les houdt. Dat we weten dat we nog heel veel werk hebben. Dus nee, ik vind het zeker niet erg of zo. Nee. Ja. En uiteindelijk zit er ook nog Nederland bij, want het was mooier geweest Nederland als openingswedstrijd te krijgen, denk ja, ik. Ja, klopt. Die spelen we nu in de laatste wedstrijd. Ja, ja. De voorbereiding gaat zonder meer de Cyprus Cup worden, waar we ook nog drie heel leuke landen tegen krijgen, met Zwitserland, Noord-Korea, dacht ik, en Italië, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. Daar gaat eigenlijk pas de echte voorbereiding beginnen. Ja, het zijn natuurlijk ook heel goede teams en het zal zeker een heel leuk toernooi worden voor ons, ja. Hoe gaat voor jou de toekomst zijn? Want ga je in Zweden blijven of weet je dat al? Nee, ik ben nu nog aan het onderhandelen voor komend seizoen, ja. En hoe ga je dan zelf in conditie houden tot die periode? Ik denk dat het nu wel goed is dat ik even vakantie heb, omdat wij natuurlijk in de zomer verder gespeeld hebben. Dus voor mij is het nu wel goed om even te rusten en dan gewoon eind december terug op te pakken. Oké, dankjewel en veel succes. Alsjeblieft, dankjewel.